Afgelopen week stond Anton, beter bekend als de Barefoot Dutchman, met deze video hoog op Dumpert. Boodschap! Hij zit tegenover mij hier op mijn scherm, helemaal nog vanuit Amerika. Anton, hoe is het ermee? Heel goed, heel goed. Waar zit je nu? Ik zit nu in St. Louis, in de staat Missouri. Waar is dat ongeveer? Dat is echt midden in Amerika, of niet? Zeg maar, in het midden. Ja, net voorbij de helft. Dus ik zit nu op 2/3 en ik heb nog zo'n 1600 kilometer richting New York te gaan. En jij kwam op Dumpert afgelopen week met die video. Vertel, wat zien we in de video en waar moeten we op letten? In de video zie je mij het wereldrecord verbeteren. Dus ik heb zojuist een nieuw Guinness World Record neergezet, langs de Barefoot Journey ooit. Zo. En ja, dat doe ik met een doel. Ik ben niet zomaar gaan lopen op mijn blote kakken. Ik loop om aandacht te genereren en geld in te zamelen voor de mentale gezondheid van een man. Onder de campagne Brave Man Talk. Hoeveel kilometer hebben we het over? Dus ik heb nu 3450 kilometer gelopen. Ik heb er 177 dagen over gedaan. Zo. Ja, en ik heb nu nog, ik heb nu nog 2,5 maand te gaan ongeveer om wel in New York aan te komen voordat de winter start. Ik heb nu 1 winter gehad, dat is al meer dan voldoende. Ja. En dan maken we er in totaal net iets meer dan 5000 kilometer van. Wauw. Ja. Zijn jouw voeten ook niet helemaal naar de knoppen dan? Ja, die hebben niet echt heel erg naar hun zin op dit moment. Nee. Maar ze doen het wel heel goed. Aan de buitenkant van is er heel veel te zien. De binnenkant is echt helemaal naar de rat inderdaad. Gewoon alle zenuwuiteinden van je voeten die zijn helemaal gekneusd. Ik sta continu op van die kleine, ik noem het Lego steentjes, van die kleine steentjes. Er zijn redelijk wat Nederlandse scheldwoorden die hier over de Amerikaanse snelwegen heen banjeren. Ja, ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen, man. Maar respect in ieder geval voor je onwijze doorzettingsvermogen. Je vertelde al, je doet het niet zomaar. Je hebt ook een petje op en een shirt aan van hashtag BraveManTalk. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, op dit moment dus ik heb een flinke tijd met mijn eigen mentale gezondheid gestruggeld. Ik heb 10 jaar bij Defensie gewerkt, 3 uitzendingen naar Afghanistan gedraaid. En toen ik Defensie verliet, kwam mijn eigen mentale gezondheid mij bezoeken. En daar wist ik niet mee om te gaan. Ik was een van die mannen die altijd zei, don't cry man up, gewoon doorgaan. Om er hardhandig achter te komen, als je jezelf niet uitspreekt, heb je alleen jezelf ermee en de mensen om je heen. En aan de meer positieve kant, zodra ik me wel ging uitspreken, dus hulp zocht, me ging uitspreken, ging er in één keer een hele wereld met oplossingen en kansen open. Dus kijk, we vinden het heel makkelijk als kerel om lekker grapjes te maken, bier te drinken, over voetbal te praten en aan auto's te werken. Dat doe ik zelf aan mee. Maar het is net zo mannelijk om gewoon te zeggen, hey, ik weet het even niet, ik zit hier mee, ik heb hulp nodig. En dat het gewoon bespreekbaar is. Als mensen je echt willen helpen, hoe kunnen ze dat nog doen? Naar bravemantalk.com. Daar kan je alle informatie vinden, maar dan kun je ook doneren. En alle donaties gaan meteen naar de charities die al het goede werk doen om dus kerels te helpen met de mentale gezondheid. En uiteraard social media. Ik deel al mijn verhalen iedere dag op Instagram, Facebook en TikTok. Oké, nog stiekem nog 1 laatste vraag dan, want er ging het ook over in de reacties. Wie is die vrouw die naast je loopt? Die staat hier toevallig net bij me. Dat is Merel, dat is mijn vriendin. Ja. En dat is mijn grootste steun en toeverlaat. Die zorgt ervoor dat ik in leven blijf. Te gek. Nou jongens, dat weten jullie ook. Ze is al bezet. Ja, we zagen de reacties inderdaad. We moesten er al knuffelen. Nogmaals, heel veel succes. En wie weet spreken we je weer als je in New York bent. Top, supermooi. Dankjewel. Yes.